betekent house nou voor jou? House is voor mij het gevoel van sexy, alles. Sexy zijn, en dan op een snelle manier. Wat betekent house nou voor jou? Is ja, dat is Remco-stijl. Wat betekent house nou voor jou? House is gewoon, house is al zo lang eigenlijk en het is, een heleboel mensen kennen het nog maar kort, die zijn niet echt house. Ik ben echt house. Wat betekent house nou voor jou? Dit is mijn wereld. Ik heb dit 5 jaar, ik heb het altijd gewild. En ik wil ook in mijn kunstacademie. En daar ben ik het gewoon zelf. Ben ik Rietveld, beeldende kunst, New York, Parijs, Londen, alles door elkaar qua kunst. Ben ik gewoon alle. Ik ben het gewoon alles. Wat betekent house nou voor jou? Als men begint bij het beluisteren van de house muziek, dan zal men op een gegeven moment moeite gaan krijgen met bidden. Men zal ook op een gegeven moment niet meer naar de kerk mee willen gaan met hun ouders. Je ziet veel dat ze ze helemaal de haar kaal scheren. Dus, en ze worden eigenlijk van God afgesneden. Omdat ze zich laten arresteren eigenlijk door de house muziek. Wat van Satan zelf is. Nom ga. Ik kan één ding heel stellig zeggen. House muziek maakt jongeren kapot. Ja! Ik denk dat je van house af moet blijven. House is spelen met vuur, het is vergif van het eerste soort. Ja! Nou, als je ziet die rare capriolen die ze bij die harde muziek uithalen, nou dan word je stapelgek. Ja! House nou voor jou? Ik was er vanaf het begin af aan bij. De begintijd, Stekker Humanoids. Die plaat had ik al voordat die op Turn of the Bay stond, weet je. Wat betekent house nou voor jou? Ja, als je een pil neemt, wil je gewoon botergeil. Dat is gewoon lekker. Als je dan een lekkere kerel tegenkomt. Lekker even, even genieten van je leven. Wat betekent house nou voor jou? Totale lichamelijke energieuitstotingen, 3 per minuut, 6 km/u. Wat betekent house nou voor jou? Als men ook vraagt, ken je die plaat, dan ken ik hem. Die plaat ken ik dan gewoon, want een van mijn vrienden, die DJ's, heeft hem al lang een keer gedraaid. En voordat jij hem kende, kende ik hem al 4 maanden, want jij bent nep en ik ben echt house. Wat betekent house nou voor jou? Nou, gewoon met een hangbel op je hoofd gaan liggen hakken. En dat je je hoofd uit elkaar spat en dat dan alles eruit vloeit. Wat betekent house nou voor jou? Ja, dus gewoon met een groep mensen demonen oproepen.
om die uit te nodigen eigenlijk om op die party te zijn. Wat betekent house nou voor jou? Ecstasy, ja, ecstasy is een beetje uit de hand gelopen grap. Zoals meestal alles wat tof is. Maar ja, ja, ik heb één keer geprobeerd om 2,5 maand een ecstasy trip, maar na 2,5 maand had ik toch spierpijn in mijn linkerbil. Daar ben ik ermee opgehouden. Ik kreeg ook een beetje een raar gevoel in mijn hoofd. Ja. Dominee, staat er ergens in de Bijbel, ik ken hem, moet ik zeggen, ook wel, ik heb het niet kunnen vinden, gij zult niet housen? Dat staat niet in de Bijbel. Dat staat niet in de Bijbel. Dat staat niet in de Bijbel. Dat staat niet...